Een voetbalclub in Tessenmakkera, dat is als goeie oude NAC. Zijn wij voor niemand bang, wij zingen bij die kleuren en zingen hoe het ook gaat. Het is inmiddels traditie geworden. De fans van NAC en Sparta die spelen om de Andro Knel-bokaal. Knel was een voetballer van Surinaamse afkomst die uitkwam voor beide clubs. Hij verongelukte op 7 juni 1989 tijdens de SLM-vliegtuigramp. Het is in eerste instantie ter nagedachtenis aan Andro Knel, maar zeker ook om te laten zien de verbroedering tussen beide supportersteams. En dat het ook op deze manier kan. Ja, je wordt vaak gewoon als heel snel in een hoekje geduwd. Van voetbal moet altijd met geweld samengaan, met schelden. En jullie laten nu zien dat het ook anders kan. Ja, het kan allemaal prima. Andro Knel was een populaire speler, zowel in Breda als in Rotterdam. De schok was dan ook groot op die bewuste 7 juni 1989. Dan krijg ik nog de kriebels van over mijn lui lopen als ik daar nou om moet denken. En dan doe je van alles om mensen onder elkaar te troosten, supporters. We hebben op de biesheid hebben we sjaaltjes weggelegd, duizenden boeketten met bloemen. Echt ongelooflijk. Iedereen die was echt, was helemaal kapot van dat je dan zo'n speler op die manier af moet staan. Ja, ik stond daar zelf ook tussen. Ja. Ik heb zelf nooit het idee meegekregen dat we die band van tevoren ook al hadden. Maar gezien het feit dat je dan op zo'n noodlottige wijze zo'n speler moet missen, ja, dat schept een extra band. Dat is bijzonder. Dit is hem, de Andro Knel-bokaal. Hij staat met name voor verbroedering. En deze keer gaat hij naar NAC Breda. Het is in ieder geval een voorbeeld misschien voor alle andere clubs in Nederland dat het ook zo kan. Want goed voorbeeld doet volgen, in ieder geval bij de jeugd.